Ik sta hier bij de Wijkenbrug. En de Wijkenbrug is een van de drie bruggen die voor groot onderhoud in aanmerking komen. De provincie Zuid-Holland is hier heel druk mee bezig. Vandaag wordt de brug weer teruggehangen. En wat gaat er vandaag allemaal gebeuren? We zijn nu bezig met het inhijsen van de brug. De brug is helemaal gerenoveerd in de keet. En nu wordt hij teruggebracht, gaan we inhijzen. En dan gaan we de komende week nog helemaal aansluiten, zodat hij weer open en dicht kan. En vervolgens kan de brug op 4 november weer gebruikt worden voor fietsers en voetgangers en auto's. En dat is een heel groot project, hè? Want alle bruggen worden onder handen genomen. Ja, niet allemaal. We hebben hier drie bruggen die ongeveer hetzelfde eruit zien als deze. Dat zijn met z'n drieën zijn dat monumenten. Dan hebben we het over de Kerkbrug in het centrum van Voorburg. De Nieuwe Tolbrug bij Drievliet. En deze. En die hebben we alle drie gaan we aanpakken. En wat komt er allemaal bij kijken? Ja, ongelooflijk veel. Het zijn monumenten, dus je moet daar heel erg veel aandacht voor besteden om de monumentale waarde van zo'n brug te behouden. Daarnaast gaan we heel veel onderdelen vervangen. Aan de aandrijving allemaal tandwielen en dergelijke. We gaan ook de computeronderdelen vervangen waarmee we hem op afstand kunnen bedienen. En om nieuwe verflaagje geven om roesten te voorkomen. Dus er komt ontzettend veel bij kijken bij zo'n werkzaamheden. Ja, en dat is ook wel te zien met al die kranen die hier staan. Je tilt ze er niet zomaar in, zeg maar. Nee, het is een zware object om erin te tillen. Dat is absoluut een grote kraan voor nodig. Ja. En waar heeft de restauratie plaatsgevonden? We hebben een grote loods in Koudekerk aan de Rijn. Het is goed om te weten dat we nog niet klaar zijn. Deze werkzaamheden duren tot 4 november. Dan is er nog één weekend nodig om te testen dat hij op afstand bedienbaar kan worden. Daarna zijn we nog niet klaar. Dan gaan we op 1 november starten met de nieuwe tolbrug. En 20 november gaat ook de Kerkbrug er weer uit. Om de reparaties uit te voeren voor de scheurtjes die we hebben gevonden in de brugdek. Ja, en dat kon niet gelijk gerepareerd worden met die andere? Of is dat later geconstateerd? Nee, we hebben geconstateerd toen die in de loods lag in Koudekerk aan de Rijn. Toen hadden we twee keuzes. Of we sluiten hem langer af, de werkzaamheden. Wordt het een plotselinge afsluiting, minder zomer, waar veel meer mensen last van hebben. Of we plannen een nieuw moment, dat we netjes kunnen inplannen, goed over kunnen communiceren. En daarvoor hebben we gekozen en dat is vanaf 20 november. Ja, dan is Sinterklaas binnen en dan is de kust veilig. Ja, we geven nog even tijd om Sinterklaas dat hij aan kan komen. Ja. En daarna halen we meteen die brug weg.